we zijn weer terechtgekomen bij Kunst of Niets. En we hebben mevrouw Van der Vlis, was het, hè? Mevrouw Van der Vlis. Wat leuk dat u helemaal uit Groenlo... Nee, uit Grollo. Ah, pardon? Grollo. Ah. Ja, dat noemen wij Grollo. Groenlo is Grollo. Oh, dat en is... En dat is Amsterdam ook. Oh, dan weten we dat ook weer. Grollo, ja. En wat heeft u meegenomen? Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb heel wat meegenomen. Zo. Even kijken. Hè? Dat is toch al wat, zeg. Nou, ja, u zult de oren uitkijken. We gaan dat dus even netjes neerzetten. Ja. Ah, goed. Ja. Ja, ik kon niet meer meenemen, maar dat was me te zwaar in de trein. Oh, dat was u te zwaar. Ja. Nou, eens even kijken. Maar dit leek me wel interessant. het is in ieder geval ontzettend oud. Ja. En ja, in die tijd, kijk, dit is een kaarsenbrander. Die heeft daar, kijk, hier zijn nog de gaatjes waar het mee opgehangen kon worden. Oh, zijn dat die gaatjes voor? Ja, dan... Oh, god, ik dacht dat er mot erin zat. Nee, precies. En dan, dit is natuurlijk, gewoon strijkijzer. En dan ging hier kooltjes in. Oh ja, oh god, ja, wat kleine kooltjes staan. Dan bleef het heerlijk warm en dan kon je je ondergoed of wat dan ook strijken. Ja. En ja, dit is een oude doofpot. Het is eigenlijk allemaal... Hoort bij elkaar. Het is verschrikkelijk leuk spul. Ja. Toevallig hoort het bij elkaar. En ik kan er weinig over zeggen. Het is, ja, wat... Het, en de waarde wist ook niet? De waarde, ja, dat... Kijk, dat is vaak vervelend, want het is natuurlijk een verschrikkelijk leuk verzamelingetje. Ik dacht dat er nog iets in uw tas zat. Nee hoor, er zit niks meer in volgens mij. Moet ik eens even kijken hoor. Oh god, ja, er zit nog wat in. En dat is... We horen natuurlijk rammelen, hè? Ja. Kijk, oh ja, nog iets. Kijk. Oh ja, kijk. Ja, dat is ook wel leuk. Dit is eigenlijk een kolenschepje, toch? Ja, maar dan een soort mini. Dat zou in een poppenhuis terecht zijn komen. Ja. Dan lag hier het hout in. Dus omdat ik het woord poppenkast zeg, denk ik toch wel dat het allemaal zo tegen de... Het zou best eens antiek kunnen zijn, zo lang voor hand. Ja, want kijk, het maakt mij niet zoveel uit wat het kost. Want ik heb daar heel veel van. U heeft daar heel veel mijn van? Mijn huis staat helemaal vol. Ik kan niet eens meer met aanrecht komen, echt waar. Mijn huis staat helemaal vol. Meent u dat nou? Ja. En dat zijn allemaal dit soort spullen? Ja, en nog veel meer. Ook wel grotere dingen en grote kolenkitten en zo. En van die lampen, weet je wel, die ze vroeger hadden, van die petroleumlampen. Die heb ik ook allemaal. Ik kon niet meenemen, maar die heb ik ook allemaal. En uw hele huis staat vol? Mijn hele huis en de zolder en de schuur en alles staat vol. Ja, mijn opa is pas overleden en toen is alles naar mij gegaan. Ja, maar hoe is dat mogelijk eigenlijk? Ja, ik kan u dat wel uitleggen. Oh. Mijn grootvader... was inbreker.